Salome is natuurlijk toch een van de grote meesterwerken van de 20e eeuw. Het was toen het in première ging zelfs een shock. Muzikaal was het een shock, maar ook inhoudelijk was het een shock. En waarom was het inhoudelijk een shock? Omdat je krijgt eigenlijk een jonge vrouw te zien die duidelijk nog geen seksuele ervaringen heeft ervaren. En haar stiefvader heeft duidelijk perverse verlangens naar zijn stiefdochter. Dus je krijgt iemand te zien, een jonge vrouw die een volwassen vrouw wordt en die alleen maar via geweld zichzelf kan realiseren. Kijk, rond Salome, de opera, zijn ook heel veel clichés die ondertussen ontstaan zijn van hoe dat moet gebeuren. Maar wat ik altijd probeer te doen is toch terug te gaan naar het origineel. Proberen met verse oren te luisteren naar die muziek, want dat is natuurlijk heel belangrijk als je opera doet, want in de muziek wordt er een heel verhaal verteld. Maar natuurlijk ook naar die tekst en ook terug gaan naar Oscar Wilde. En wat heeft Richard Strauss nu veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke tekst van Oscar Wilde bijvoorbeeld? Als je dat al analyseert en bekijkt, dan kom je al heel veel te weten wat de intenties zijn van Richard Strauss. De achtergrond van het verhaal, de situatie zou je kunnen zeggen, is een grote meeting tussen religieuze leiders, politieke leiders en militaire leiders, georganiseerd door Herodes in een buitenverblijf kasteel. Dat krijg je dus te zien op de achtergrond, maar het belangrijkste is het echte decor, dat vrij abstract is en wat wij zijn gaan beschrijven als een soort subjectieve wereld, als een wereld waarin dat mensen geleid worden door hun fantasieën, niet zozeer door wat ze zien in de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, het is opvallend dat in het begin van de opera, op de eerste twee pagina's van de score, al zijn er drie mensen die de maan beschrijven, die buiten te zien is. En die beschrijven ze allemaal op een verschillende manier. En daar hebben ze allemaal andere gevoelens bij. En dat is voor ons een heel belangrijke leidraad geweest. Dat de mensen die dus uit die realistische wereld van de achtergrond naar voren komen, dat die daarin eigenlijk in een hele eigen fantasiewereld, in een hele eigen subjectieve waarneming leven.